De 63-jarige Jan Boersma uit de Westerrein kreeg in 2017 jaren dat hij drager is van het erfelijke gen PLN. Het gen is vermoedelijk ontstien in Noordoost-Friesland en griep de rap om haar hinnen. Het brengt grote zoenersrisico's met haar mee, waaronder hertfalen, ritmestoornissen en soms dieren zelfs plotseling versterren. Het is in feite in 2004 begonnen. En kreeg wat ik zei, ik ran op het voetbalveld en ik zo wat van. En opeens dacht ik bij mezelf, hey, mijn hart begint opeens raar te slaan en wat. Nou, ik vertelde het op dat moment aan de scheidsrechter, want daar ran ik naast. En die zei van, nou, even het spul aan de kant en dat maar even jaren. Nou, toevallig, Burgum weer dat. En er weer een heid van een van de jonkjes en die weer dokter. En die had direct bij mij in de kleedkamer geweest. Nou, en die zei, op dat moment, hij zei, het is net ernstig, maar je had boezemfibrilleren. Toen werd ik een keer in de layout en toen bleek het net uit mijn boezem te komen, maar uit mijn kamer. Nou, ik werd toen omvallen in de layout. En toen hadden ze daarbij, hadden ze direct naar de grens daarvoor. Nou, en toen hadden ze zijn van, het is chronisch hartfalen. Het PLN-gen is pas ontdekt, echt, in 2010. Hadden ze er een naam aan jongen. En het bleek dus de ziekte die ontstien is in Noordoost-Friesland. En het verspreidt zich vrij rap nou door Friesland en ook door de rest van Nederland. Na een lang medisch geschiedenis die Boersma zo'n 2020 op de wachtlijst voor een donorhert. Zijn hertpopfunctie wie mij het hier zakken oont met 10% en zijn lichamelijke zoenend die hut efteruit. In 2022 kreeg hij een oproep voor een nieuw hert. Maar deze operatie werd letter annuleren omdat het hert toch net goed bleek. Op 12 september 2023 ging de operatie wel terug. Ik ga een cadeautje krijgen, zeg ik altijd, want ik verneem nu al, hè, ik ben nu 6 weken lean, ik ben al thuis. Nou, het is onvoorstelbaar hoe snel dat ging is. En ik kan al verder rennen, ik kan al meer doen dan ik voor mijn operatie kreeg. Nou, ik denk dat ik een vrouwenhart heb gekregen. Op Duits gaat, hè? Sporthart. Weet je waarom? Hij begint meer te zeuren. Nee hoor. Ik vond het weer het spannendste natuurlijk voor de familie, hè, van dat is gewoon zo. Ja, ik had 6 dagen gewoon helemaal fjord best. Want ik kon net wekker worden. Net. En elke keer dachten ze van, hey, hij wil weer werken. Ik kreeg er ook nog een complicatie bij gewoon. Want in het begin hield het in hun zijn van, voor jou of 4 woorden wordt het operatie. Maar het bleek ook nog dat ik een aorta, een squat in de aorta hier. Nou, en dan moesten ze dat pad nog hier voorbij roepen. En de operatie had gewoon 4 woorden langer worden. Dus in plaats van 4 werd het nog niet over. Nou, voor hun was het heel spannend om te jaren van een telefoontje dat het slagen weer ja of nee. Nou, en dat is de komende dagen, weer de dagen erop natuurlijk. Kijk, elke dag gingen ze naar het ziekenhuis en dachten ze van hij is wekker. Maar ja, ik ben net wekker. En pas de manjes eindelijk, want in sneden zien ze nog zijn van misschien maar wat dan nog onderzoekje of er verder nog wat aan de hand is. En de sneden, op de manjes werd ik in één keer wekker. Dus dat is voor mij ook, ja. Maar ik denk dat ze dat wel heel mooi vinden. Op het stuit is de aandoening nog net te behandelen en wordt er volop onderzoek naar dienen. Boersma viel een sterke droom om weer op bied te dragen, omdat hij lood dat er nog te min oer bekend is. Ik had 2 keer had ik mij dienen aan een studie, om te zien voor een medicijn. Omdat het ook erfelijk is, hè, en 50, dat je 50% kans hebt dat je het in een familie krijgt. Nou, dat zullen we dan ook buurt in de familie. En mijn zoon had het dus net, maar mijn dochter had dus ook PLN. Het wil net zeggen, als PLN had, dat het zich helemaal trots zet. 1 op de 4 zet het echt trots. Maar het is wel belangrijk voor jongere mensen om te zien van, haak ik het ja of nee? En als ze eventueel een kinderwens hebben, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten van, nou, jouw katro ja of nee? Lieve Jan, we wensen je alle kracht en liefst toe. De gerre met zijn gezin is Jan een inzamelingsactie begonnen voor de stichting PLN. Op deze wijze kunnen mensen doneren voor de onderzieken. De afgelopen weken is het streefbedrag al meerdere keren omhoog besteld. Het herstel van Jan geeft een nota rapros tocht en daarom is hij positief over de toekomst. Ik ben natuurman, ik geef altijd productieel team voor staatsbosbeheer. Dat kook ik de laatste jaren net meer, maar dat kook ik gewoon net binnen net. Nou, ik kreeg in Beteringswoord kreeg al een appje van hier. Ik had de datum in april al noteerd dat we weer veel dingen wonnen. Nou, en dat is natuurlijk heel mooi om dat we de banken te kennen.